gisteren was de haartransplantatie. Dat verliep op een zeer prettige manier, moet ik eerlijk zeggen. Niks van pijn gevoeld. Je wordt natuurlijk wel plaatselijk verdoofd. Maar er was ook heel veel humor. Je wordt op je gemak gesteld. Je wordt gesoigneerd, zoals men dat zegt. Je voelt er niks van. Ik toch in elk geval niet. Haar goed gewassen, dat moet je zelf niet doen. De dag na de ingreep gebeurt dat ze hier in de privékliniek. En dan kan je gewoon op straat lopen en gewoon genieten van Istanbul, in dit geval een beetje cultuur en toerisme opsnuiven. En s'avonds, het enige wat misschien een beetje moeilijk is de eerste twee nachten, is ik lig normaalwijs op mijn zijde om te slapen, maar je krijgt een heerlijk nekkussentje mee, zodanig dat je niet met je hoofd tegen de muur of tegen de bedrand in slaap valt. En voor de rest, gewoon nu een paar dagen wachten. De zwellingen die zullen in een mum van tijd voorbij zijn. Je krijgt ook de juiste medicatie mee. En dan een maand, twee, drie maanden wachten. En dan geleidelijk aan zal ik weer dik haar hebben, zegt men. In het begin wel knippen, niet met de tondeuse erop zitten. En volgend jaar ben ik misschien wel een Beatle. Who knows?